ik ben Rick. Ik ben een van de commissieleden van de PO. En met onze commissie organiseren wij Splash & Crash. En dat gaat al 13 jaar lang gaat het goed. Dus, en ook vandaag met mooi weer. Ja, het weer is hartstikke mooi, hè? Ja, zeker. Dat is wel eens anders geweest. Maar we hebben dit jaar hebben we zeker niet te klagen. Hoeveel deelnemers hebben zich aangemeld? Dit jaar hebben wij 18 teams. En de teams zijn 3 personen zitten in het team. Dus 18 keer 3 is 54. En dus we hebben 54 glijders. Grote groep uit Borculo weer, die doen al jaren mee, die zijn weer van de partij. Jongens uit Hengevelde, uit Bekken, ze zijn allemaal wel van de partij. Gewoon om ook van deze mooie glijbaan af te kunnen gaan. Waarom willen ze graag Borculo hier deelnemen? Nou, ik denk dat het vooral, het is niet echt een heel groot evenement. Het gaat hier om de gezelligheid, het glijden is mooi, het gaat gewoon om de gezelligheid. Dat is juist wat ze willen. Waarom dit zo'n succes is? Nou, ik denk dat het een heel origineel concept is. Je ziet het hier in de buurt, zie je het vrij weinig. En verder heb je, zoals ik zeg, in de buurt heb je zoiets niet, zie je zoiets niet. Je hebt wel een feest, je hebt wel een tentfeest of iets. Maar dit is toch anders, dit is echt een activiteit. Dit is een mooie activiteit van de BOVAG? Ja, ik denk het wel. Dat is zeker. Ja, je glunt er helemaal bij, dus je bent wel trots op wat je neergezet hebt? Ja, wij zijn zeker trots. Wij zijn zeker trots op wat we neer hebben gezet. Vandaag ook. Als je kijkt, iedereen heeft het naar zijn zin. Dus dat is gewoon wat je wil. En uiteindelijk lekker gezellig een biertje na het eten? Ja. Vanavond na het glijden dan, is de afterparty. Dat gaat wel even door. En dat komt allemaal wel goed.